is weer een belangrijke dag in het bestaan van het Wereldpaviljoen. En ik nodig daarom ook uit de voorzitter van het Wereldpaviljoen om daar een enige woorden uit te spreken. Vandaag, dames en heren, ontwaken we. De droom is voltooid. Als de gouverneur en de minister dadelijk het belevingscentrum Ghana openen, is het Wereldpaviljoen compleet. Kinderen en volwassenen vliegen straks naar een andere wereld. Tot nog toe vlogen ze naar Nicaragua. Nu vliegen we eigenlijk naar twee landen. Ze vliegen nu naar een andere wereld en komen vervolgens terecht in Nicaragua via de douane en vervolgens door die deur in Ghana. En dan is het ervaren, beleven en doen voor het hele gezin. Onze bezoekers krijgen onbewust bagage mee voor wereldburgerschap. Het is een aardigheid, dames en heren, om te zien hoe de kinderen van basisscholen en families zich hier binnen het wereldpaviljoen zich amuseren en tegelijkertijd iets te doen. De reacties van docenten, ouders, grootouders en kinderen zijn hartverwarmend. Ik laat er altijd met plezier als ik op bezoek ben in het gastenboek. Kippenvel. Zoals die ene keer dat ik geschreven stond: dit is de mooiste dag uit mijn hele leven. Ingrid, 11 jaar. We gaan ons vandaag onderdompelen in het Afrikaanse land Ghana. Een prachtig land. U ziet het ook aan de mensen hier. Geweldig dat jullie er zijn. Wij genieten ervan. Maar ook een land dat politiek stabiel is. En een land waar religies samenwonen, samenwerken. Dat maakt het land ook heel bijzonder en mooi. Een land ook waar veel Limburgse organisaties, partnerorganisaties ondersteunen en nog heel veel mee samenwerken. In het Ghana Belevingscentrum wordt op een bijzondere wijze ook aandacht geschonken, dames en heren, aan de problematiek van bootvluchtelingen. Hoe gaan wij in Europa om met deze problematiek? De gouverneur heeft enkele jaren geleden een oproep gedaan om die vluchtelingen te omarmen. Dat was voor ons een sein om er iets mee aan te doen. En we hebben hier een boot neergezet op het droge. En daar gaan de mensen inzetten, ze zetten een VR-bril op en beleven vervolgens de hartelijke overtocht via een simulatie. En deze is gemaakt door een student, Victor Vergozens, als afstudeerproject. Geen sensatiesimulatie, maar beelden die tot nadenken ze aanzetten en eindigen op het eiland Lampedusa met de gewetensvraag: wat nu? Dames en heren, het Wereldpaviljoen is een van de vele parels van het Kloosterdorfstuin. Wij werken samen met alle culturele en toeristische aanbieders en de paters, broeders en zusters. Stijl aan de Maas. Een dorp met een missie. Een dorp dat inspireert. En wij vrijwilligers van het Wereldpaviljoen, inspireren jong en oud om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Thank you very much. Mr. Chairman, Honorable Theo Bovens, Governor of the Province of Limburg, the Board Chairman and Management of World Pavilion, distinguished guests, friends, sponsors of World Pavilion, ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure to be with you today to witness the launch of the Experience Stadium of Ghana under the World Pavilion Program here in Steel in the province of Limburg. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, in conclusion, I wish to thank you for giving me the opportunity to speak to you and be rest assured of our readiness to collaborate with you in order to enrich the Ghana Experience Studio to a greater success and achievement. Dankjewel dat ik hier heb mogen spreken, dat ik uitgenodigd ben door jullie allemaal. En wees zeker dat wij zeer blij zijn very much for your attention. Om mee te denken en mee te werken aan dit Ghana Paviljoen. En ik dank voor uw aandacht. En gelukkig heeft het Wereldpaviljoen een schat aan vrijwilligers om hen op weg te helpen. En ik begrijp dat ze er vandaag weer 20, 25 bij krijgen. Een schat aan vrijwilligers die alle trots zijn op wat ze hier doen, maar wij mogen allemaal ook trots zijn op hun.
En als ik zo dadelijk dan toch nog een wens mag doen, dan denk ik zeker aan de uitbreiding van die schat die nooit groot genoeg kan zijn om van alle de burgers echte wereldburgers te maken. Want dan eindig ik met dat Ghanese en dat universele gezegde waarmee ik ook begon. Wij zijn alle mensen. Dames en heren, ik wens u allemaal heel veel plezier, heel veel succes, heel veel wijsheid toe met deze uitbreiding van het Wereldpaviljoen. En die reis die vandaag weer een stukje verder gaat, die zal nooit ophouden. Dank u wel en proficiat. Andere wereld, ik wens jullie allemaal een hele fijne vlucht toe en ik nodig jullie uit om met veel aandacht te kijken naar onze film die namelijk hier vertoond wordt. Tot straks in een andere wereld. Prettige vlucht. Ik wens jullie een fijne vlucht toe. Mijn naam is Jan Verstelde, gezagvoerder van deze vlucht naar een andere wereld. Samen met een co-piloot Jaren. Voor je kijkt. Ja, ja. Ja, dat is de zin, maar dan moet ik gewoon water drinken, dan aanzetten.